Interessant, die tweede? Interessant. Tweede glas. Leuk, ja. Leuk. Voor mij is dit een voorbeeld van Rosso Montalcino. Het is typisch. En voor Italië, het heeft en het frisse fruit, een tikje aars, ja. Een tikje van dat vluchtige, een vluchtige zuur in de neus. Hij is wel fris, hè? Hij is over zijn geheel toch heel... Ja, echt, echt fris. Iets wat ook leuk is voor op tafel, ook om de maaltijd door te drinken. Mm-hmm. Waar we straks eigenlijk al een beetje over hadden, is, je hebt wel eens gasten die willen toch niet te veel drinken of bij één wijn blijven. Ja. En hier zou je eigenlijk al wat eerder in het menu, bij zeeduivel, echt zo'n vlezige vis, maar ja. Italiaanse stijl bereid. Onze chef maakt een hele mooie combinatie met een ossobuco saus, een beetje pasvrucht erin. Dat klinkt wel ontzettend lekker. En daarna door te drinken bij wat vleesgerechtige, bij wat heftige gerechten. Dat heeft hij, hè? Maar dat is ook nog wel aardig voor thuis, dat je kunt eigenlijk van voor tot achter, als je met een goede salade of met een paté begint en een vleesgerecht hebt en misschien nog een stukje kaas. Nou, hij doet het. En hij doet het. Leuk. Absoluut. Gaan we kijken. Wil je nog iets zeggen over de prijs of zeg je nou? Ik laat me verrassen. Je laat je verrassen. Nou, ik vind dat een heel nette prijs. Het is €17,50. Ik ga laten zien wat het is. Talenti. Die vandaan. Mooi. En hij komt bij Leon Colaris vandaan. 2018. Echt gewoon ontzettend lekker. Nu drinken. Zeker kan heus nog wel twee jaar in je kelder vergeten blijven, maar niet om te bewaren. Hè? Gewoon lekker drinken nu. Niet om 10 jaar weg te leggen, nee. Nu het open trekken. Heerlijk. Mooi wijn.